Heb je nog een teller die terugdraait? Bij een analoge meter zie je de stand van je meter letterlijk teruglopen. Dan is de stroom die je op het net steekt net zoveel waard als de stroom die je van het net haalt. Wordt met een digitale meter apart gemeten hoeveel stroom je op het net steekt en hoeveel je van het net afneemt, dan krijg je van jouw energieleverancier een weliswaar lagere vergoeding voor de stroom die je op het net injecteert. Momenteel ligt die tussen 10 en 20 eurocent per kilowattuur. In principe kun je zelf kiezen bij welke leverancier je een terugleververgoeding kunt krijgen. Maar in de praktijk zal het om dezelfde leverancier gaan als degene bij wie je stroom afneemt.